Welkom bij een nieuwe unboxing van Gadget Gear. Vandaag gaan we kijken naar de Forerunner 645 Music van Garmin. Een sporthorloge die ook gebruik maakt van interne opslag, waarmee je tot 500 nummers op kan slaan om te luisteren tijdens bijvoorbeeld het hardlopen. Garmin, een welbekend merk, voornamelijk bekend van navigatie voor zowel auto's als vaartuigen, vliegtuigen, maar ook fietsnavigatie en sportartikelen. Voornamelijk altijd als gebruik maken van GPS, is Garmin er wel in thuis. Naast Forerunner maken zij bijvoorbeeld ook horloges of navigatie sportartikelen voor fietsers, dus hardlopers, fitnessartikelen en zulke hoedanigheden. Maar voornamelijk zijn zij bekend van navigatie. Zoals je ziet is het een heel subtiel klein doosje waarin hij verpakt is. Nou, erg praktisch, makkelijk te vervoeren natuurlijk, scheelt weer kosten. En eigenlijk het eerste wat opvalt, het horloge zelf. Mooi strak design, erg sleek, heel netjes. Ook gewoon eentje die je natuurlijk gewoon in je vrije tijd kan dragen naast bij het hardlopen of bij het sporten. Aan de achterkant treffen wij aan de oplader. Deze maakt gebruik van een USB-aansluiting. Waarschijnlijk, hij wordt uiteraard gekoppeld met de laptop om de resultaten van de hardloopsessie te monitoren. Uiteraard kan die dan ook gelijk opgeladen worden door middel van de connector waarmee die aansluit op het horloge. Wat gebruik maakt van vier kleine contactjes in een beugeltje. En uiteraard de USB. Daarnaast zit er in het zakje de Quick Start manuals, niet heel onbelangrijk, in een aantal verschillende talen. Ik zie langskomen Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans denk ik, snelstartgids, Nederlands, Scandinavische taal, etc. Dus in alle talen de gebruikershandleidingen erbij om snel van start te kunnen gaan. Daarnaast zit het met een goed schuimlaagje, zit de horlogeband beveiligd. Zodat die uiteraard niet beschadigt tijdens transport of bij vervoer. Even kijken of we een mooi spiegel eruit kunnen halen. Dat kunnen wij. En dit is het horloge zelf. Nou, zoals je ziet, het is een mooi strak design. Erg mooi vormgegeven met een kunststof flexibele band. Aan de achterkant treffen wij hier de hartslagmeter. Even kijken. En inderdaad de koppelstukken, de vier aansluitpunten voor de oplader. Tevens zien we het keurmerk, de Forerunner 645 Music. Eventueel een code. En het horloge heeft gewoon een mooi strak design, een beschermfolietje over het scherm om hem uiteraard krasvrij te houden. En zo is die eigenlijk heel subtiel verpakt. Een heel mooi klein verpakkingetje met alle informatie van het artikel. Met de, zoals ik al zei, de muziekfunctie, de hartslagmonitor, dat er gebruik kan gemaakt worden van Garmin Pay. Waardoor je met het horloge draadloos of contactloos kan betalen. Running Dynamics, Training Status en Connect IQ. Oftewel alle functies die het horloge heeft. We gaan hier even gewoon uitgebreid testen. De review hiervan kun je gaan lezen op gadgetgear.nl. Alvast bedankt voor het kijken en wil je de reactie op de review graag tegemoet.